superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik kreeg van jullie de vraag of ik een boodschappen shopblog wilde opnemen. Dus wat wij allemaal kopen aan boodschappen in een week. En natuurlijk wil ik die video voor jullie maken. Het is echt al mega lange tijd geleden dat ik de vorige boodschappen shopblog had gemaakt. Deze was namelijk nog in mijn oude woning. Ja, ja, met mijn oude vriend. Met mijn ex-vriend bedoel ik. En ja, dat is echt super lang geleden. Ik denk dat we ongeveer nog wel dezelfde dingen kopen. Maar ik ga het je gewoon laten zien wat we allemaal qua boodschappen kopen. En natuurlijk ook wat we kwijt zijn qua boodschappen in een week. Of althans in een week. Wij doen meestal boodschappen. Of vaak doe ik boodschappen. En ik doe vaak boodschappen voor 5 dagen. Dus we eten van maandag tot en met vrijdag gezond. En dan in het weekend cheaten we, om het zomaar te zeggen. Dus dan eten we wat ongezonds of dan bestellen we wat. En ik houd eigenlijk een beetje de 80-20 regel aan. Dus 80% gezond eten, onbewerkt eten. En 20% mag dan ongezond of gewoon lekker waar we zin in hebben. Dus dit wordt echt een mega gezonde shoplog. Bereid je daar vast ook op voor. Hier staan de 2 tassen gevuld. Normaal ga ik naar 1 winkel, of de Jumbo of de Albert Heijn. Maar nu had ik heel veel lege flessen van Albert Heijn, dus ging ik naar de Albert Heijn toe. Maar daar hadden ze niet alles, dus moest ik toch nog naar de Jumbo. Vandaar dus 2 winkels, maar ik ga het gewoon uitpakken en aan jullie laten zien. Mijn vriend drinkt cola, dus voor hem heb ik Cola Light meegenomen. Hij drinkt gewoon Cola Light of Cola Zero. Cola Zero hadden ze niet meer. What's up with that trouwens? Even tussendoor. Bij de Albert Heijn hadden ze echt helemaal geen cola meer van eigen merk. Alleen nog maar van Coca-Cola. En bij de Jumbo was ook bijna alle cola op. Echt, huh? Wat is daar gebeurd? Maar goed, Cola Light dus voor mijn vriend. En meestal neem ik die 2 mee in de week. Maar er lag nou nog een fles. Dus nu heb ik er maar eentje meegenomen. Zodat er toch voldoende is. Deze is 65 cent. En daarnaast komt er dan nog 25 cent statiegeld op. We hadden nog tomaten liggen. En die wilde ik graag opmaken. Want ze zijn in principe nog goed. Dus ik heb het gerecht wat we vanavond eten daarop aangepast. Ik had ook zin in mozzarella. Dus dat kwam mooi uit. We gaan pasta eten met mozzarella, tomaat en pesto. En dan basilicumblaadjes erbij. Dus zeg maar pasta caprese. De pesto was op, de groene pesto. Dus die heb ik gekocht. En dit is een duo met kleintjes. Vind ik altijd super fijn. Want vaak staat schimmel erop. Als we 1 keer pesto gebruikt hebben. Dat vind ik super zonde. Dus 2 kleine potjes pesto. En die kosten 1,73. Ik heb ook fusilli gekocht. En dit is dan glutenvrije fusilli. Vind ik zelf gewoon lekkerder. Omdat die wat zachter van smaak is. En ik probeer toch wel enigszins glutenvrij te eten. Met name omdat we best nog wel vaak pasta eten. Wil ik niet te veel gluten eten. Dus deze is gemaakt van mais. 1,12 euro maar. Dus vind ik niet heel duur. Ook kocht ik nog mozzarella. En dan koop ik gewoon altijd de goedkoopste die ik kan vinden. Want ik proef daar toch heel weinig smaak in. En ik hou zelf helemaal niet van die buffel mozzarella. Dus ik koop gewoon lekker de goedkoopste. En deze is 57 cent. Dan hebben we natuurlijk ook nog basilicum nodig voor de pasta. En deze is 1,29. Dat is gewoon zo eentje die je uit de koeling haalt. Vind ik gewoon het makkelijkst. Ja. Dan gaan we door naar de volgende maaltijd van morgen. Dan eten we vegetarische kip met Thaise wokgroenten, bloemkoolrijst en chilisaus eroverheen. Echt super lekker. Staat op alle handen dit recept, dus echt de moeite waard om te maken. Thaise groenten 600 gram. En die kost 2,79 euro, maar hij was in de bonus. Dus nu is hij 2,09 euro, want daar ging 70 cent vanaf. Ook kochten we dus de bloemkoolrijst, 200 gram. En ja, ik kan het niet helemaal terugvinden op de bon, maar volgens mij is deze 1,49. Daar staat AH kleintje. Dus een kleine verpakking, dus ik neem aan dat dat hierbij hoort. Dus die. Ook kochten we nog vega kip en dit doe ik gewoon altijd. Die koop ik altijd van het eigen huismerk. Die vind ik altijd prima smaken, dus die heb ik gekocht. En die kostte 2,79. Meestal koop ik ze bij de Jumbo, want daar zijn ze goedkoper. En die vind ik persoonlijk ook net iets lekkerder van Jumbo eigen merk. Maar nu was ik dus bij de Albert Heijn, heb ik ze daar gekocht. Dan woensdag. Woensdag eten we bospaddenstoelensoep. En daarvoor koop ik altijd zo'n bospaddenstoelen voor pasta verpakking. Er zitten dus diverse bospaddenstoelen in. Super lekker. En die
kost €2,99 en dit is 200 gram. En daar doen we dan ook altijd nog bleekselderij doorheen. En deze kost €1,09. Ja, €1,09. Niet de hele bleekselderij gaat er doorheen, maar gewoon een paar stronkjes. Echt lekker hoor. Het is ook weer een allerhande recept. Super lekker vind ik deze zelf. En we eten daar dan nog wel wat anders bij. We eten daar kaasuienbollen bij. De kaasuienbollen. En die waren ook in de bonus. Die scheelden 30 cent. Die waren eerst €2,05. En daar gaat dan nog 30 cent vanaf. Dan gaan we door naar donderdag alweer. En dan eten we een So Fish Burger. Deze is zo lekker, jongens. Die is een tijd uit het assortiment geweest van So Fine. Maar echt, ik ben zo blij dat die terug is. Want deze is echt hemels. Echt, als je iets vegetarisch gaat eten of proberen, neem deze. Hij is trouwens ook vegan. En hij is wel wat aan de dure kant voor vegan of voor vegaproducten. Hij is €2,95. Maar op zich vind ik dat nog steeds reuze meevallen. Want je hebt dan één zo'n burger gewoon voldoende voor per persoon, zeg maar. Hij is gewoon echt super lekker en smaakt gewoon echt naar vis. Oh, love it. Dat eten we natuurlijk niet alleen. We eten daar wortelen bij. En ik heb dus 500 gram wortelen gekocht. Dus 250 gram per persoon. Ik las dat vandaag ergens. Dat je lichaam eigenlijk aclatisch. Ik weet het woord even niet. Ik kan het woord niet uitspreken. Ik zet het wel in beeld. Wilt hebben. Dus niet zo zuur mogelijk. Maar zo alkalatisch. Nou, ik weet het niet. Dus de pH-waarde 7, hoort dan 7 te zijn, zeg maar. Of iets hoger. Maar in ieder geval niet lager. Slecht voor je lichaam. Daar gedijen je bacteriën heel erg goed op. En om daar dus voor te zorgen is het echt heel erg belangrijk dat je gewoon minstens 200 gram groente per dag eet. En toen dacht ik, ja, dat eten wij echt heel vaak niet. Vandaar dus dat ik dacht, ik ga echt volop groente inslaan. We eten echt iedere dag groente, maar niet voldoende groente. Dus lekker 250 gram pp groente. En het is maar €1,05. Hallo! En dan eten we daar nog gnocchi bij, of gnocchi. Gnocchi is het volgens mij. Gewoon één zo'n dingetje maak ik dan klaar voor ons beiden. Het gaat er in ieder geval om dat we er iets bij hebben. Want ik vind het erg kaal en karig om alleen wortels en een visburger te eten. Meestal zitten we dan net niet helemaal vol. Dus meestal doe ik er dan iets bij van aardappeltjes of whatsoever. En knokkie vinden we allebei wel lekker. Dus heb ik daarvoor gekozen. En dit is super handig. Want dan maak je er gewoon één klaar en dan de ander doe je in de koelkast. Deze is €2,59. Wel wat duurder dan de houdbare gnocchi. Maar deze kun je gewoon handig door de midden doen. En dat komt bij die andere niet. En ik heb niet zoveel nodig. Dus heb ik deze gekocht. Is avocado zo duur geworden, jongens? Oké, dat had ik even niet in de gaten. Vorige vrijdag eten we onder andere een avocado. Die is €1,35. Wow, die is echt de prijs gestegen. Ik weet niet of dat overal zo is, maar dat vind ik best wel prijzig. Ik weet nog wel dat ze gewoon een euro waren. Maar dat had natuurlijk ook te maken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat die oogst toen mislukt is of zo. Of er was iets. Ik weet niet meer wat. Maar een avocado, €1,35. Daarbij gaat de puntpaprika. En die kost. Oh jee, ik ben echt zo slecht. Ik zie echt de hele tijd alles. En dan weer niet. En oh, is dit bio? Oh. Heb ik de bio-variant gepakt? Heb ik hem er niet door gehad? Bio zoete puntpaprika €2,49. Ah. Oké, dat vind ik wel echt heel duur. Daar heb ik even niet op gelet. Ik probeer wel enigszins op de prijs te letten. €2,49 voor twee puntpaprika's vind ik toch best prijzig. Ouch. Maar ik heb het nou toch. Dus ik hoop gewoon dat ze lekker zullen smaken. En het is gezond, biologisch. Ga ik vanuit. Dus de zoete puntpaprika, spinazie. Ook hierbij heb ik weer 200 gram pp gekozen. Lijkt echt mega veel dit, maar het is gewoon 400 gram. Spinazie slinkt vaak ook nog wel. Alleen deze moet je volgens mij in het gerecht niet heel warm maken. We eten namelijk fusilli pasta en dan met spinazie, pesto, zoete puntpaprika en avocado er doorheen. En that's it. En deze is €1,69. Dus ook weer helemaal niet zo duur. En dan als laatste nog het drinken. Ik drink appelsap. En eigenlijk
Af en toe drink ik dat zo puur, maar meestal gaat het door de smoothie heen. Zoals jullie ook al in de What I Eat in a Day video hebben kunnen zien, maak ik iedere dag eigenlijk een smoothie klaar. Een groene smoothie met spinazie, boerenkool, banaan en appelsap dus. En dit is gewoon van die pure appelsap. En die kost 1,55. Dan zijn wij gek op koffie en latte macchiato en dat soort dingen. En nou hebben we tegenwoordig ook een opschuimer thuis. Super handig. En daarvoor heb ik dus deze gekocht. De Alpro Barista Oat. Eerst had je alleen de Barista Soja. Die is ook erg lekker. Maar te veel soja is ook weer niet goed voor je schijnt. Dus ik dacht, nou, dan doen we de Barista Oat. Haver is altijd wel lekker en ook gezond. Dus vandaar dat ik die gekozen heb. En die kost €2,19. En als laatste heb ik nog melk gekocht, want we eten iedere ochtend havermout. En daar doen we vaak melk doorheen. En dan koop ik meestal gewoon van eigen merk de haver of de rijstemelk of de amandelmelk, sojamelk. Nou, noem maar op als het maar een plantaardige melk is. En deze is €1,89. Meestal kopen die twee in de week, maar er stond wederom nog een pak. Omdat mijn vriend, eergisteren of zo, nog een keer boodschappen is wezen doen. Dus die heeft dat gekocht en die heeft ook al havermout gekocht. Want dat koop ik meestal ook. Maar goed, dan zou je hoogstens, nou nog niet eens, ik wil zeggen €5 erbij op moeten tellen. Maar havermout is echt, kost geen drol. Volgens mij kost dat 50 cent of zo. Dus dat is €1 en dan nog één melk. Nou, laten we zeggen dat je dan op €3 zit. Zou je nog beide boodschappen op moeten tellen. Nou, laten we zeggen, want de bon bij de Albert Heijn is €30. De bon bij de Jumbo is €6. Dus al bij al zijn we ongeveer €40 kwijt voor 5 dagen boodschappen. En daar zit dus drinken bij en daar zit ontbijt bij en eigenlijk alles wat we nodig hebben. We eten geen toetjes. We eten wel af en toe chips. Of meestal iets van olijven met knoflook of zo. Maar ja, verder nee. Wij zijn niet echt mega erge snoepkonten of zo. Ja, weet je. Als mijn vriend de boodschappen doet, dan wel. Dan probeer ik meestal een boodschappen te doen. Want mijn vriend had altijd toetjes en snoep en chips en noem het allemaal maar op. En ik ben echt zo, ik wil gestructureerd gezond eten. En prima dat we in het weekend lekker losgaan. Maar ik wil door de week gewoon echt gezond eten. Omdat ik dan ook zoveel mogelijk focus en concentratie wil hebben voor het werk. En ik merk gewoon dat ik gewoon het beste ga op echt gezond eten. Gewoon onbewerkt gezond eten. Weinig suikers. Dat is gewoon echt super voor mijn brein. En dan kan ik gewoon echt heel erg goed focussen. En ben ik het beste te genieten, ben ik het vrolijkst. Dus vandaar dat ik ook meestal boodschappen ga doen. Vind ik ook fijn, wil ik ook gewoon doen. Maar goed, €40 dus voor 5 dagen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Vinden jullie dat duur, vinden jullie dat niet duur? Wat zijn jullie kwijt? Het is natuurlijk wel lastig te vergelijken als je bijvoorbeeld een gezin hebt of zo. Dan moet je toch echt wat meer boodschappen doen. En ik ben wel benieuwd wat jullie ongeveer kwijt zijn. Mocht je dat überhaupt willen vertellen. Laat het weten in de comments. En dat was de video voor deze keer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik heb nog geen video idee voor volgende week. Dus dat wordt nog een verrassing voor jullie. Dat gaan jullie volgende week zien. En ik zie je natuurlijk heel graag weer volgende week dus bij een nieuwe video. Vergeet niet te liken en te abonneren wanneer je dit nog niet hebt gedaan. Zie ik je volgende week. Doei!